Goedemiddag iedereen. Ik ga vandaag een talk doen over Scrum. Het zal deels interactief zijn, deels een talk. Ik ga eerst even kort over de theorie gaan en daarna gaan we eigenlijk ook een praktisch voorbeeld geven. Even een kleine introductie. Ik ben sinds kort Scrum Master. Mijn titel is misschien wat overdreven. Mijn functie is eigenlijk bij VRT om het begeleiden van teams. Dus vooral qua efficiëntie eigenlijk. Dus hoe snel kunnen inderdaad bepaalde software packages gereleased worden. En wat zijn de problemen binnen een team? Dus een kleine uitleg wat Scrum juist is. Scrum is eigenlijk een agile proces. Dat zich vooral gaat focussen om op korte iteraties eigenlijk altijd een bepaalde business value af te leveren. Dus daar gaan we een beetje dieper op ingaan, maar je hebt waterfall methodologie of PRINCE of PRINCE 2, wat eigenlijk begint van een analyse. Je gaat je ontwikkeling doen en na verloop van tijd ga je eigenlijk oplevering doen. Scrum gaat eigenlijk volledig inbreken op dat proces. Je gaat eigenlijk hele korte iteraties gebruiken en na elke iteratie ga je een bepaalde value kunnen opleveren. De business gaat de prioriteit zetten bij Scrum. Dus business, hetzelfde met PRINCE, gaat zeggen van dit zijn onze belangrijkste features of onze belangrijkste bugfixes die moeten uitgevoerd worden. Het grote verschil is, met Scrum gaat het team eigenlijk beslissen wat aan wat ze gaan werken. Dus iedereen gaat gewoon cherrypicken, bepaalde tasks. Dus inderdaad, het einddoel is dat we om de zoveel weken toch iets aan business kunnen presenteren, zonder dat die daar maanden op soms moeten wachten. Over de historiek van Scrum ga ik niet heel diep ingaan. Scrum komt eigenlijk van het Lean proces. Lean komt van Toyota van vroeger. Dus Toyota had een fabriek en zij hebben, zoals iedereen weet, bepaalde aanlevering. En dus er worden motoren aangeleverd, er worden deuren aangeleverd. En het grootste probleem voor zo'n grote bedrijven is, je stok moet eigenlijk altijd het minimum zijn. Dus als jij heel grote stok hebt, heb je heel veel logistics nodig, je hebt meer personeel nodig, dus je proces wordt ook veel duurder. Dus waar is Toyota daarmee beginnen veranderen? Met eigenlijk alles in queues te zetten. Dus er zal al maar een maximaal aantal goederen in stok zijn voor een bepaalde iteratie of een bepaalde periode te overlappen dat producten opgeleverd moeten worden. Als je de historiek een beetje dieper wilt bezien, ik zou gewoon zeggen, zoek het even op, want we hebben niet zoveel tijd om daar heel diep op in te gaan. Voor wat wordt Scrum gebruikt? Origineel is het inderdaad begonnen bij Toyota, maar we kunnen het eigenlijk overal gebruiken. Gaande van softwareontwikkeling tot huisbouw, tot het ontwikkelen van producten, tot grote evenementen. Dus het is niet alleen toepasbaar op softwareontwikkeling. Wat zijn daar de hoofdkeywords van Scrum? De teams zijn self-organizing. Wat willen we daarmee zeggen? Van, het is een team en niet een manager dat bepaalde processen gaat optimaliseren. Dus bij een gewoon traditionele structuur van een bedrijf gaat de manager zeggen van jongens, jullie zijn niet goed bezig of jullie zijn jullie timing niet aan het halen. Jullie moeten dit bepaald proces gaan verbeteren of jullie moeten dit gaan doen om naar een betere efficiëntie te gaan. Met Scrum gaat het team dat beslissen, wat we subiet zien in eigenlijk meetings waar dat hele team bij zit. Dus je hebt niet echt een managerstructuur en werknemersstructuur. Uw proces, heb ik al gezegd, wordt eigenlijk in korte iteraties opgesplitst. Dat kan gaan van een week tot een maand. Dus een maand is toch wel echt het maximaal dat je in de Scrum een sprint kan bepalen. We gaan Smit even uitleggen wat een sprint juist is. Alle features of bugs of zaken die je wilt toevoegen aan je proces, zitten wij in een backlog. Dus wat is een backlog eigenlijk? Meestal zullen jullie die kennen als een ticketing systeem. Je hebt Redmine bijvoorbeeld, je hebt Jira, dat zijn eigenlijk backlogs. Dus eigenlijk gewoon een lijst met zaken die gedaan moeten worden. Ik
Git. Dan, er zijn een bepaalde core values van Scrum. En ten eerste is individuals en interactions zitten over processes en tools. Dus als je merkt bijvoorbeeld dat je team efficiënter kan worden en je ziet dat bijvoorbeeld je tool, je Redmine of je Jira of wat dan ook, je ontwikkelingsstraat eigenlijk niet efficiënt is, verandert je ontwikkelingsstraat. Dus dat is het meestal de taak van een DevOps of van een systeemingenieur om met de ontwikkelaars te gaan samenzitten in wat kunnen we gaan verbeteren om ons proces gewoon efficiënter te zijn. Hetzelfde ook van processes. Als je merkt, bijvoorbeeld bij VFT ook, merken wij, we hebben zoveel administratie, zoveel vastgezette processen. Als je merkt dat het proces niet correct is, verander het gewoon. Dan, working software over comprehensive documentation. Documentatie is belangrijk, maar wat nog belangrijker is, is dat je eigenlijk altijd werkende software kan opleveren. En normaal, als je een beetje proper werkt, moet je code ook self-explaining zijn. Als je bijvoorbeeld naar een extreme programming gaat, dat is een afgeleide van Scrum, daar ga je meestal zelf niks documenteren. Omdat je eigenlijk je code moet zelflezend zijn en zelf uitleggend zijn. Dus de kwaliteit van je team, van je coders, moet ook van een bepaald niveau zijn. Customer collaboration over contract negotiation. Wat willen ze daarmee zeggen? Met Scrum ga je eigenlijk om de zoveel weken, dus op het einde van je sprint, ga je altijd samen zitten met je klanten en je gaat evolutie bespreken van het product dat je gaat opleveren. Met traditionele waterfall methodologie ga je, je begint gewoon een contract opstellen. Of je doet een analyse, je geeft een prijs, de ontwikkelaars beginnen het eraan te ontwikkelen en misschien na een half jaar kan je iets opleveren. Niet bij Scrum, bij Scrum ga je om zoveel weken samen zitten, of om de week zelf, met de klant om te zien van, zijn er veranderingen nodig? Ben je tevreden van het product dat we momenteel voorstellen? En wat wil jij als klant aangepast zien? Waarom? Dag van vandaag en zien jullie naar alle grote sociale websites. Evolutie is zo snel, dat je op één of op twee weken al een compleet andere business approach wilt gaan toevoegen. Of je wilt een bepaalde feature in de software gaan toevoegen dat misschien vorige week niet gekend was. Dus als jij met een Prince of met Prince 2, dus waterfall methodologie ziet, ga je dat pas helemaal op het einde, voordat na 6 maanden ga je dan een tweede proces opstarten en die bepaalde features gaan toevoegen. Met Scrum kan je dat om de week, om de 2 weken doen, afhankelijk van hoe lang je sprint is. Responding to change over following a plan. Dat is eigenlijk weer hetzelfde. Yes, you can. Dat is weer de mentaliteit. Als je ziet van, er moet iets veranderd worden, doe de verandering. Blijf niet wachten van, op mijn managers of we hebben een bepaald proces en we moeten er ons aan houden. Verander het gewoon. Je zult zien, het team wordt veel gemotiveerder en je ontwikkeling zal sneller gaan. Dan even over de structuur van Scrum. Ten eerste onze sprint. Dus onze sprint is eigenlijk een vastgezette periode waar we bepaalde features eigenlijk gaan opleveren. Meestal is een sprint van 2 tot 4 weken. Dus zelf 1 tot 4 weken wordt er dikwijls gedaan. Als je een heel efficiënt team hebt, dat heel scrummy werkt, ga je dikwijls zien dat die na 1 week switchen zelf. Even over de product backlog. Dus we hebben ten eerste een grote lijst met bepaalde features of bugs die opgelost moeten worden. Die worden opgelijst in Redmine of in Jira of in een ander tracking programma. Dan gaan we een sprint meeting hebben, of sprint planning zoals we dat noemen. Dat is eigenlijk een planning waar de product owner, de scrum master en de rest van het team gaan samen zitten om eigenlijk te bespreken welke features zijn het belangrijkste voor de opkomende sprint. Dus laten we zeggen, we gaan een praktisch voorbeeld geven. We hebben een bug in het systeem zitten of we hebben een nieuwe feature. Als het team daar beslist van we gaan die nieuwe feature in de huidige sprint doen, gaan we ons er ook aan vasthouden. Dus eenmaal dat het team zich commit aan bepaalde features of bugs, hou je er ook aan. Je gaat nooit inbreken op je sprint. Dat is no can do. De reden waarom is omdat je developers heel erg demotiveren bedoel ik.
als developer een heel duidelijk beeld heeft van die bepaalde features willen opleveren, kan deze nu op focus en moet hij zich van de rest niks aantrekken. Dus we hebben product backlog, daar zitten alle tickets in die ooit gedaan moeten worden. We hebben onze sprint planning meeting, daar wordt een sprint backlog van gegenereerd. Dus eigenlijk een vaste lijst met features die we gaan opleveren in een bepaalde sprint. We beginnen met onze sprint. Onze sprint duurt van 1 tot 4 weken. En wat we ook altijd doen, is een daily scrum meeting. Wat is een daily scrum meeting, of een stand-up zoals dat beter genaamd is, is van alle teammembers, maar ook alle teammembers komen op een vaste periode op een dag samen om kort te bespreken, binnen de 15 minuten, wat ze gisteren hebben gedaan, wat ze vandaag gaan doen en wat de problemen zijn dat zij tegenkomen om de volgende feature of de volgende dag eigenlijk te vervolledigen. Dus daar komt dan dikwijls de rol van een DevOps ter sprake. Hè, bijvoorbeeld een developer wil, ik zeg nu, een varnish module schrijven, zodat er beter caching wordt gedaan in zijn webapplicatie. En zal de developer zeggen tegen een DevOps van het team van, ik heb een probleem, ik moet een varnish server hebben. En wordt eigenlijk allemaal in die 15 minuten besproken. Waarom houden we dat tot 15 minuten? Is omdat we niet willen eindigen met een meeting van 2 uur. In heel veel bedrijven zie je meetings, maar eigenlijk wordt er niets beslist. Dus hier wordt er kort besproken. Wat is er gedaan? Wat gaan we doen? En wat zijn de problemen? Komen hier discussies uit? Worden die direct na de daily scrum apart met die personen besproken? Het einde van onze sprint. Nee, dus we hebben onze features opgeleverd, onze tijd is gedaan. We zitten bijvoorbeeld na 2 weken is de sprint gedaan. Dan gaan we nog 2 andere meetings plannen. Dan gaan we eigenlijk een retrospective houden. Wat is een retrospective meeting? Retrospective meeting is eigenlijk ten eerste een demo aan onze stakeholders, dus aan onze de zakenmensen meestal. Dus we gaan even als team demonstreren van we hebben die bepaalde features opgeleverd en we demonstreren die ook naar onze klanten toe. En waarom is dat weer belangrijk? Business ziet om de 2 weken added value. Dus business blijft tevreden. Dus potentially triple product increment. Dus nieuwe features eigenlijk. Nou, nog even in detail over sprints. Ja, dat hebben we al besproken. Ja, extreme programming leunt heel hard aan bij Scrum. Dat zullen we zo even zien. Dus inderdaad 1 tot 4 weken zeg ik meestal. Dus inderdaad een constante leidt meestal naar een beter ritme en developers gaan zich ook veel, of developers, ik zeg nou, mensen die in het team zitten gaan zich veel, gaan veel plezanter werken gewoon eigenlijk. Nog iets, in de sprint moet alle documentatie, de testing, alles wat dat eigenlijk aanleunt met een bepaalde feature, meegenomen worden in de sprint. De reden daarom is omdat je niet in je volgende sprint waar je dat documentatie moet gaan schrijven voor features die opgeleverd zijn in de vorige. Waarom? Je weet niet meer waar je mee bezig bent en je gaat stukken in je documentatie ja, missen gewoon, hetzelfde met testing. De kwaliteit van je software is niet zo goed als de test die je doet. Dus heb ik er straks ook al even uitgelegd, sequential versus overlapping development. Dus ofwel kan je feature per feature per feature per feature en dikwijls een enkele developer gaan opleveren. Maar dan zit je dikwijls inderdaad met waterfall, dus je hebt je eerste requirements, je hebt je design, je gaat programmeren en dan ga je pas testen. Wat je beter kan doen, is eigenlijk alles opsplitsen in kleine ticketjes en developers er tegelijk aan laten werken. Het voordeel is dat een developer heel gemotiveerd kan raken. Ook waarom? Die kan om een dag, om de 2 dagen of om de 3 dagen iets afgewerkt afleveren. Ik weet ook als developer motiveert mij dat. Het is niet zo plezant dan 4-5 maanden moeten developen en eigenlijk geen resultaat zien. Dus ja, zoals ik al heb gezegd, er zijn nooit changes tijdens de sprint. Waarom? Developers moeten alles laten vallen. Ze zijn uit hun denkproces.
En aangezien de spits redelijk kort zijn, kan dat ook geen kwaad. Want wordt er iets nieuw gevraagd, een nieuwe feature of een nieuwe bug geïntroduceerd, kan dat gewoon vol in de sprint meegenomen worden. En dat is dan 1 of 2 weken verwijderd. Wat business meestal geen probleem zal hebben. Even over de rollen binnen Scrum. Je hebt je product owner. De product owner is de persoon dat verantwoordelijk is. Ik weet niet of ik een slide van heb. Ja. Voor de communicatie met business. Maar ook welke features dat er toegevoegd moeten worden aan de backlog. Dus deze product owner gaat zeggen van deze bepaalde features moeten erin. En hij gaat ook, ik zeg nu features, maar ik zeg eigenlijk liever eerst story, user stories. Ik werk graag met user stories. Dus je zet, de product owner gaat user stories creëren. Bijvoorbeeld, as a user, I want to log in securely to the website because I don't want other people to know my details. Dat is een volledige user story. Dus who, administrator of users, what, why. Dat zijn de 3 zaken die je altijd moet gaan afvragen. Product owner gaat ook zeggen wanneer gaan we onze release doen. Het is niet omdat je op het einde van je sprint doet dat je ook direct de release gaat plannen. Sommige mensen gaan, sommige product owners zeggen, na 3-4 sprints of een aantal collectie van features, gaan wij pas een release doen. Ja, dus inderdaad, hij is ook eindverantwoordelijk voor de business value eigenlijk van het product. Hij gaat ook prioritiseren van welke items in je backlog prioriteit hebben en die dan ook in de sprint komen. Maar het is het teamwerk dat gaat beslissen van hoeveel tijd er gestoken wordt in een bepaalde sprint. Dus als het team zegt van we gaan die bepaalde features niet meenemen, want we hebben er geen tijd voor, is het zo. Het is in de manager dat beslist. Adjust features in priority every iteration as needed. Ja, dus business demands kunnen inderdaad verschuiven. Het kan goed zijn dat de maand ervoor de baas zegt van oh, ik wil een hele schone loginbox met veel schone kleurtjes. Maar de maand erna kan die zeggen van goh, ik heb een exportfunctie nodig voor mijn Excel, dat is belangrijker. En hij gaat ook een beetje aftoetsen van de features die opgeleverd zijn, toetsen die aan hetgeen dat gevraagd is. En dikwijls zie je ook developers beginnen met bepaalde features te ontwikkelen. Zij zien een makkelijkere weg in een bepaalde feature of een manier om iets makkelijker te doen en zij gaan daarvoor kiezen. Het is de product owner dat kan gaan zeggen van sorry, maar je bent buiten het boekje gegaan, dit is niet wat we hebben afgesproken, je moet opnieuw beginnen. En product owner gaat meestal ook samen met de scrum masters bepalen wie dat er in het team zit. Dus human resources eigenlijk wordt deels ook door de scrum master gedaan. Represent the management of the project. Management vind ik geen correct woord. Ik zie eigenlijk een Scrum Master meer iemand dat een raadgevende functie gaat hebben. Een baas in Scrum heb je eigenlijk niet. Op wat moet je toezien de Scrum Master? Dat is inderdaad dat alle Scrum practices eigenlijk gerespecteerd worden. In dat er mensen niet buiten de Scrum methodologie gaan. Bijvoorbeeld niet dat de product owner ineens gaat zeggen van ik heb een bepaalde feature nodig, we gaan deze sprint breken en we gaan iets anders beginnen doen. Dan is de Scrum Master aan het zeggen van oh, je bent hier fout bezig. Ja? Ben een critical bug, kan dat dan eventueel wel security bug of zoiets? Nee. Dan ga ik het niet anders even uitleggen, dieper op ingaan, maar je kunt daar wel in gaan shiften. Remove impediments, wat wordt daarmee gezegd? Dus inderdaad, de Scrum Master is ook verantwoordelijk voor te zien of er bepaalde problemen binnen het team zijn. Een impediment kan ook bijvoorbeeld een werknemer zijn. Hè? Stel dat je iemand nieuw aangenomen en je merkt van het gaat niet. Hij heeft te weinig kennis of wat dan ook. Dan kan de Scrum Master zeggen, sorry, je bent een bottleneck voor deze team, je moet eruit. Maar dit kan van alles zijn, dit kan ook even een serverprobleem zijn. En bijvoorbeeld, je hebt een server draaien met een oude versie van Debian, maar je hebt een nieuwere versie nodig omdat bepaalde libraries niet toegankelijk zijn. Dan zal de Scrum Master ook gaan communiceren met systeemadministratie, van jongens, dat moet hier gebruiken.
Dus ja, dat is een beetje hetzelfde. Dus inderdaad zorgen ervoor dat het team volledig functioneel en productief blijft. Dat is inderdaad weer eigenlijk controleren of dat ze de Scrum way respecteren. Enable close cooperation across roles and functions. Yeah. And shield the team from external interfaces. Dus als er problemen zijn met het team, zal het business zijn of management gaan met de Scrum master spreken en niet met mensen van het team. Die moet eigenlijk afgeschild worden van alles wat dat business is en management. Die moeten zich focussen op programmeren. Of om hun taak te doen. Nu, het team is meestal van 5 tot 9 personen. De reden waarom het daar maxima op staan, is omdat het niet meer efficiënt is als je met een hele grote groep een daily stand-up gaat doen. Met 9 personen is dat nog te doen. Dan kan iedereen zijn zegje even zeggen. Maar als dat meer dan 9 mensen is, dan is het niet meer efficiënt. Cross-functional, wat willen ze daarmee zeggen? Het team moet eigenlijk alle disciplines bevatten. Dus als je software gaat ontwikkelen, wie moet erin zitten? Programmeurs, testers, mensen inderdaad die het design gaan doen, DevOps, Scrum Master. Dus het moet eigenlijk een verzameling zijn van verschillende disciplines. Dat is ook de reden dat dikwijls veel Scrum teams multidisciplinair zijn. Of mensen hebben die meerdere disciplines hebben. Dus niet alleen developers zijn, maar ook project management kunnen of technisch onderlegd zijn. Members moeten fulltime zijn. Dat zie je heel dikwijls in bedrijven, is dat er niet halftime werknemers zijn, maar dat soms iemand halftime voor een ander team werkt, een halftime managementfunctie heeft. Dat is een big no-no. Waarom? Omdat je dan eigenlijk uit de loop wordt genomen van het team. Als je voortdurend bij het team zit, ga je ook zien van wat is er momenteel aan het spelen in het team? Wat zijn de problemen? Als je er half van de tijd niet bent, ga je dat niet zien en ga je ook geen gevoel hebben met je team. Teams are self-organizing, dat hebben we al gezien. Inderdaad, no titles. Dus iedereen is gelijk aan de wet en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Dus een developer heeft evenveel verantwoordelijkheid als een Scrum Master en als de product owner. Maar iedereen heeft gewoon zijn specifieke taken. Als die mensen van het team veranderen, liefst voor of na een sprint. Nooit tijdens een sprint, want dan breek je weer in op de sprint. Ceremonies, dus daar hebben we straks al even kort over gehad. Sprint planning, sprint review, retrospective en dan daily scrum meeting. Dus start, stop, continue. Dat is eigenlijk een techniek om meetings te organiseren. Dat gaan we zo in de praktijk even omzetten. Heeft iemand daar nog vragen over? Begrijpt iedereen dat? Wat een sprintplan is, de sprint review, retrospective in een daily scrum. Artifacts, product backlog, heb ik ook al uitgelegd. Dus dat is eigenlijk de lijst met alle features en bugs die opgelost moeten worden. Sprint backlog is een lijst met taken of bugs die je momenteel in de huidige sprint gaat oplossen. En burndown charts is eigenlijk een visualisatie van je sprint. Daar gaan we zo ook nog even op terugkomen, dat is nogal redelijk weet. Dus nog even, en product backlog, the requirements, list of desired work on the project, ideally expressed such as each item has value to the users or customer of the product. Geprioritiseerd, dus de belangrijkste staat van boven en dit wordt door de product owner gedaan. En dat moet niet tijdens de sprint planning gebeuren, dat mag jij ervoor ook doen. Dus meestal gaat de product owner tijdens de sprint, aangezien hij een developer is, eigenlijk wat prioriteiten bepalen. En tijdens de sprint planning gaat de product owner zeggen dat dit zijn onze hoogste prioriteiten en het team gaat beslissen welke tickets opgenomen worden. Wat hebben we nog? Product backlog. Dit zijn eigenlijk allemaal user stories. Ik vind deze ook geen volledige user stories. Dit is nu een slide dat ik van internet heb gepakt. Maar allow a guest to make reservation. We hebben who, dat is guest. Wat? We hebben niet in een why. En ik vind dat altijd heel handig om te hebben. Dus who, what, why. Nog één klein dingetje uitleggen. Wat je ook dikwijls ziet bij Scrum teams, of foute Scrum teams zal ik eerder zeggen, is dat zijn estimates op het gebied van tijd gaan. Dus dit zijn geen uren. Dit zijn wat wij noemen story points. En een story point is eigenlijk in vooraf gesproken tijdspannen. Dus waar wij meestal pakken, hè, hoeveel tijd kost het
om een heel simpele functie te schrijven met een return, met parameters erin. Dat gaan wij bijvoorbeeld zien als één estimate. Dus je pakt een waarde dat dat hele team kent en dat ga je voorstellen als één estimation point. Ook tijdens de sprintplanning is het de verantwoordelijkheid van het team om te gaan bepalen, hoeveel tijd, dus hoeveel story points aan één ticket worden toegewezen. Dus stel je voor, allow a guest to make a reservation. We kunnen dat niet even praktisch doen. Iedereen krijgt eigenlijk kaarten, zoals poker. Wij noemen dat pokerplanning. Op die kaart staan gewoon nummers, van 1 tot met 12. Heel het team gaat gewoon zeggen, allow a guest to make a reservation. Heel het team denkt even na, hoeveel tijd zou dat kosten? Iedereen zet een kaart op tafel. Dus ik zeg het nummer niet, de niveau pakt 2, ik pak 3. De quinte pakt 4, dan gaan we zeggen van, oké, maximaal is 4 story points, we pakken 4 story points. Dus eigenlijk het team dat beslist hoeveel tijd er wordt gespendeerd aan een bepaalde feature, niet de manager. Omdat zij dan ook verantwoordelijkheid kunnen, zij zijn ook verantwoordelijk voor de opleving. Huh? Hangt het duur dan een story point af van wie dat het oppakt? Ja, als uw basiseenheid die simpele functie sneller geschreven wordt door de senior dev dan door de junior? Dat spreek je als team in het begin af. Ja. Dus je gaat een team afspreken, wat is één story point en daar ga je verder op baseren. Waarom wil ik ook niet zeggen, omdat jij met een ticket naar je toe eigent, dat je die ticket misschien later niet verder gaat opspitsen en een bepaalde subtask aan iemand anders gaat geven. Dat gebeurt ook dikwijls. Want eigenlijk, je product backlogs zijn, zoals ik al heb gezegd, zijn user stories. Dus dat kunnen heel globale dingen zijn, hè. Als een user, I want to log in. Maar wat moet daarvoor gedaan worden? Moet de login module over geschreven worden? Een authentication provider. Dus je kan dat nog eens gaan opsplitsen in meerdere tickets en dat komt dan in je sprint backlog. De sprint goal, dat zijn eigenlijk gewoon klein even voorbeeldjes van een algemene omschrijving. Dus business zie ook altijd graag, hè. We gaan een sprint als met ons development team uitvoeren. Wat is ons doel? He? Willen wij de user interface beter maken? Of zijn er meerdere doelen? Dat kan ook. He? We zeggen we willen onze user interface beter maken, maar onze security moet ook beter gemaakt worden. Dus dat ga je op voorhand al even bespreken. En de reden waarom dat we dat doen, is om te zorgen dat daar niet te veel tickets in de sprint backlog komen eigenlijk niet relevant zijn. Dus het is beter dat je focust op één bepaald doel, omdat je dan ook als team bepaalde business value kunt gaan afleveren op het einde. Die gekoppeld is aan je doel. Managing sprint backlog. Dus work is never assigned. Dat is inderdaad een belangrijke. Dus als je je sprint backlog hebt, is het mentaliteit. Sommige teams doen cherrypicking. Dus als jij. Ik zeg nou maar iets, de niveau die developt graag JavaScript bijvoorbeeld, dan zal de niveau een ticketje pakken met JavaScript. Maar de Quinte doet graag PHP, dan zal Quinte een ticketje van PHP pakken. Maar er zijn ook veel teams die gewoon zeggen, je pakt een bovenste. En waarom is dat? Omdat je soms ook in teams merkt van dat sommige personen de plezantste ticketjes pakken, en andere teams, andere personen de moeilijke pakken, en dat is ook niet eerlijk. Estimated work remaining updated daily. Dus het kan heel goed zijn dat je merkt tijdens het uitvoeren van je ticket, van ja, we hebben niet genoeg story points voorzien, dan mag je dat ook nog gaan aanpassen. En wat je dan gaat doen op het einde van je sprint, als je niet al je features opgeleverd hebt, is de features die niet opgeleverd zijn, gaan meestal gewoon mee naar de volgende sprint. Dus je gaat je sprint nooit verlengen opnieuw. De sprint blijft vast. Ja, vragen? Dit is een burn-down chart. Wat belangrijk is in Scrum, is dat je eigenlijk ook een visualisatie hebt. Continu. Dus de meeste Scrum teams die hebben een groot scherm hangen met zulke grafiek op. En waarom is dat belangrijk? Ook even de motivatie van je team. Zij kunnen zien hoe efficiënt dat team aan het werken is. Dus dat is eigenlijk evolutie van het team. Als je ziet van onze story points eigenlijk zijn redelijk constant, dan ben je goed, goed bezig als team. Maar als je ziet dat er heel veel fluctueringen in zijn, dan moet je je sprint iets minder nauw gaan pakken. Dus eigenlijk minder story points aan één sprint gaan toewijzen.
Ja, dat is ook visualisatie. Dat is minder belangrijk. Scalability. Wat je dikwijls gehoord is van hoe kan ik Scrum toepassen in een bedrijf met 400-500 man? Want we hebben juist gezien, één team kan maximaal uit 9 personen bestaan. Wat je dan eigenlijk kunt doen, ga je dikwijls nog intermediates tussen zetten. Dus ofwel een product manager of een project manager, je gaat dan tussen de teams afspraken maken wie dat wat gaat doen. Ik denk dat ik daar een tekeningetje van. Ja. Dus dit zijn onze verschillende teams. En dit zijn dan eigenlijk project managers. Deze 3 personen. Met dan de Scrum Master en de product owners. En zij gaan beslissen wat de 2 andere teams gaan doen. Dus het is eigenlijk altijd een groepje op groepje. Het is nooit 1 grote groep dat alles beslist. Het is nog met grotere teams, hè. Dus je kan er nog wat operations hebben tussen zitten, de BFT ook. We hebben development teams, we hebben operations, we hebben een videoafdeling. Dit zijn eigenlijk allemaal verschillende scrum groups, zal ik maar zeggen. Waar dan andere groepen worden tussengezet eigenlijk voor het delegeren van de opdrachten in de business requirements. En je kan die structuur zo groot maken bij je doet. Hier zijn nog een paar linkjes waar je informatie kan vinden. Als ook een paar boeken die heel goed zijn om te lezen. Ik heb er zelf ook een paar liggen thuis, dus als je ze iets wilt lezen, laat het gewoon weten, pak ze mee. Wat ik misschien even wil uitleggen ook is het principe van open space. Dat kunnen we nu desnoods ook even doen. Dat is eigenlijk een conferentiemodel waarmee eigenlijk heel open wordt van wat er besproken wordt in een conferentie. Dus we hebben nu bijvoorbeeld vaste taaks gedaan, we hebben een vast programma gezet. Wat we nu eigenlijk gaan doen, we gaan een hoofdtopic uitkiezen en we gaan daar eigenlijk een meeting of een conferentie over organiseren. Dus een van de topics kan zijn bijvoorbeeld deze conferentie. Wat stoort je eraan en wat kan eraan verbeteren? Wat is jouw idee over deze conferentie? Of we kunnen het bijvoorbeeld pakken van hackerspaces in totaal. Wat zijn daar de problemen? Wat kan er verbeterd worden? Naar waar moeten we toe? Ik ga even deze slide erbij pakken. Die leunt daar eigenlijk heel erg bij aan. Dus wat ik voorstel. Ten eerste zijn er nog vragen voordat we met de praktische gaan beginnen. Als je een Scrum subteam hebt in een grotere organisatie, kun je een subteam van een andere methodologie werken? Valt dat integreren of moet je standaardiseren op 1 methodologie in de hele organisatie? Het beste is dat je standaardiseert toch op 1 bepaalde methodologie. Maar ik merk bijvoorbeeld bij VRT gebruiken wij ook verschillende systemen. Waarom? Wij werken bijvoorbeeld, DevOps team werkt Kanban gewijs. Dus wij werken, dat is ook een deel van Scrum, maar wij werken niet met sprints. Waarom? Bij ons is het zo veranderlijk, dus wij hebben zoveel changes per dag, dat wij niet in sprints zouden kunnen werken. Wij krijgen 10 requests per dag binnen van, moeten servers opgeleverd worden, moet testing uitgevoerd worden, moet load testing uitgevoerd worden. En dat wordt dezelfde dag opgeleverd. Dus dat zou voor ons niet efficiënt zijn. Maar met Kanban bijvoorbeeld, of Extreme Programming, of dat kan je eigenlijk allemaal combineren, maar als je bijvoorbeeld met waterfall methodologie zit, zoals de Prince 1 of Prince 2, wordt dat dikwijls al veel moeilijker. En de reden waarom is omdat de communicatie van een Scrum team volledig anders loopt dan met een Prince methodologie. Prince, hè, ik heb het al gezegd, je hebt je analyse, de coders developen voor een paar maanden, hop, en na 5-6 maanden leveren zij een product op. Waar 9 constructieve features in zullen zitten die ze niet hebben gevraagd, of dat niet getest is of niet gedocumenteerd is om te even laten. Ik moet het niet uitleggen. Heeft u een antwoord op je vraag gesteld? Okay. Waren er nog vragen?
Nee. Oké, okay, we even aan praktisch worden. Ik wil dat iedereen even aan het bord komt. En bepaalde keywords opschrijft. Dus iedereen schrijft 2 keywords op het bord. Dat zijn nu besproken zouden we zien. Om het even wat. Het mag technologisch zijn, het mag sociaal zijn, maakt niet uit. Binnen een nieuwe taak of binnen heel de software free? Binnen heel de software free, een day. Dus je schrijft gewoon een bord met de 2 markers, woordjes op. Gewoon keywords. Dus het voordeel is van deze model, is dat echt de topics dat mensen willen zien naar voren kan komen. Want dikwijls, met een standaardconferentie heb je dikwijls taaks waar niemand interesse in heeft. En dit werk je er eigenlijk mee uit. Het is ook geen taak dat voorbereid wordt, het is allemaal spontaan kennis. Waardoor dat de mensen met de meeste kennis ter zake op naar voren gaan komen. Wij gebruiken bijvoorbeeld op VRT veel om bepaalde problemen bloot te leggen. Dikwijls heb je zo'n grote teams of zo'n grote organisatie dat je als management of als Scrum Master niet meer weet van wat zijn actuele problemen binnen ons team. En hier leg je eigenlijk op een heel korte tijdsperiode al die problemen bloot of bespreken die problemen al tenminste. Heeft iedereen er iets opgezet? Een ding of niet? Iedereen dat wil. Dat zijn deployment tools. Ja, ja. Wat we nu gaan doen, ik heb hier papiertjes. Iedereen mag 2 papiertjes hangen bij een topic dat we nu wat gaan bespreken. Ja. Dus ik zeg inderdaad configuration management, dat is voor mij een interessante. Software defined radio. En ik wil inderdaad nog die puppet versus shift. Dus de volgende. Dit is belangrijk. Dat is ook de belang in Scrum dat alles met het team besproken wordt. Het is niet één persoon dat is overal aan het up qua. Ja. Het is heel open. Kennis dat in dat team zit moet dan boven komen. Inderdaad. Zeg dat er een dataje dat komt precies. Ja, daar is het plezant. Je weet direct waar dat er interesse in is en wat niet. Iedereen een stickerpjes geplakt. Dus wat zien we? Software Defined Radio, dat is 5 ticketjes. We gaan er 2 uitkiezen. Configuration Management, 3 ticketjes. Dus we gaan ons daar focussen. De volgende stap waar we bijvoorbeeld kunnen doen, we gaan beginnen. We gaan 2 sprints doen en we gaan onze sprint elke keer definiëren op hoeveel tijd hebben we nog. We zullen zeggen 10 minuutjes. Dus in die 10 minuten. Gaan we eigenlijk heel kort zien hoe dat wij bepaalde. Dus we gaan even in groepjes samen, we gaan 2 groepjes maken. Eentje voor Software Defined Radio en één voor Config Management. En daar bespreken we gewoon in de 10 minuten wat we daarover kunnen delen. Of wat we daarover meer kunnen vertellen, dat de mensen het niet weten. Je kiest zelf welk team mee zit. En je mag ook van team switchen. Dus als je na een tijd zegt van. Hetgeen dat ik nu hoor van radios, Software Defined Radio, weet ik al, ga je gewoon met andere teams. Dus dat kunnen we even doen. Software Defined Radio zou ik zeggen, we zitten daar even in de zetel. En de Config Management zitten we daar even. Die eigenlijk op verschillende platformen gedeployed worden. Dus wij hebben bijvoorbeeld een Puppet voor onze webfarm. Wat zit er in Puppet? Bijvoorbeeld al onze VHS configuraties, onze LDAP configuraties, de IP-adressen, dus netwerken waar onze servers op zitten. En het voordeel is als wij moeten redeployen, dus we zeggen van we moeten een nieuwe server gaan plaatsen of we moeten iets opleveren, wij gaan niet manueel installeren. Maar achter ik weet niet hoe dat met internet hier is, maar. Dus wat ik ook al zoiets heb. Ja, ik heb wel gekomen. 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 Ik he
Dat is een voordeel. Een voordeel dat je gewoon ook de geschiedenis hebt en accountability hebt. Voilà, inderdaad. Dus geen zeven in de discussie. Dat is ook digitale PSK's.